Een nieuw gezicht in de technische staf van AZ, Leroy Echtold. En daarmee is hij de opvolger van Marco van Basten, die eerder dit seizoen vertrok. De nieuwe assistente kent de club goed. Eerder was hij namelijk speler in Alkmaar en voor deze klus was hij jeugdtrainer van AZ. Een kennismaking met de trainer die weet wat hij wil. Ik zie niet vaak zeg maar belemmeringen. Ik zie eigenlijk alleen maar oplossingen. Ik denk dat dat misschien ook bij spelers zo overkomt. Dat ze dus geen stress voelen. Hè? Dat ze niet hebben van dit kan niet of dat kan niet. Dat heb ik juist niet, want dan heb ik zoiets van dan gaan we daar weer op trainen. En dan, dan wordt dat vanzelf weer beter. Je hebt het ook veel over de persoonlijke benadering met spelers. Merk jij nou ook een verschil tussen de jeugd van AZ en nu de wat oudere spelers in het eerste van AZ? Nou, het is eigenlijk gewoon, vind ik, gewoon eigenlijk hetzelfde. Of ze nou zeg maar 16 zijn of 26. Het gaat er gewoon om hoe kan je binnenkomen bij mensen. Hebben ze het gevoel dat je het oprecht meent? Of denken ze maar dat het een praatje is of zo? Dus het gaat uiteindelijk van hoe breng je het over op diegene? En dat die het gevoel heeft van dat je het oprecht meent. En dan kun je misschien, dan kun je waarschijnlijk ook een band opbouwen met iemand. En dan kun je hem daarin ook helpen. Wat is jouw geheim daarin om oprecht daarin te zijn? Is geen geheim. Het is gewoon wie ik ben. Hoe ik graag zelf wil zijn. Het is geen geheim. Ik hou er ook niet van om zeg maar, zelf zo zeg maar, benaderd te worden. Of dat er op die manier met mij omgegaan wordt. Ik ben gewoon eigenlijk heel open. Het is heel duidelijk wat ik wil. En dat bespreek je gewoon met die spelers. Echtold volgde als jeugdtrainer AZ op de voet. Nu ziet hij de hoofdselectie van dichtbij. En er is hem al iets opgevallen. Nou, dat er nog heel veel rek in zit. Ja, dus dat we nog we kunnen nog een eind komen met ze. En waar komt dat vandaan dat je denkt van er zit nog veel rek in? Nou, dat zie je op het moment dat je aan het trainen bent met ze en een manier van spelen wil terugzien. Dat daar nog een behoorlijke ruimte is om dat te verbeteren. Echtold geniet van zijn nieuwe baan en veel verder wil hij nog niet kijken. Al zijn de ambities er natuurlijk wel en dat is zelf een keer eindverantwoordelijk zijn. Maar ik moet nog steeds mijn eerste diploma of mijn laatste diploma halen. Dus er zit nog wel een periode tussen. En dat is een mooie periode om zeg maar, gewoon goed te kijken, goed te luisteren, goed kijken wat er gebeurt er nou op het hoogste niveau en daar vandaan weer verder te gaan.